Het moderne vaccin is nu ter beschikking voor een ieder die dat wenst. Tot voor kort was dit vaccin alleen bestemd voor speciale doelgroepen zoals zwangeren. Javier Assin, coördinator van het Nationaal Coördinatieteam NCT, zegt dat nu de interesse in het vaccineren toeneemt, het Nationaal Coördinatieteam dit vaccin ook op andere vaccinatielocaties wil aanbieden. Dan alleen bij het 's Lands Hospitaal. In het kader van de COVID-19 outreach zullen er vaccinatiecampagnes worden opgezet in diverse buurten en op scholen. Het NCT begint de volgende week in Sophia's Lust met de campagne. Waarbij we de hele komende week activiteiten hebben om wie dat wil informatie te geven en vragen te beantwoorden over vaccinatie. En vanaf 4 november, dat is een vrijdag, vrije dag, donderdag, is een lockdowndag, maar er is vrijstelling in de buurt om te komen naar het centrum, het buurtcentrum waar we de vaccinaties zullen aanbieden, alle drie, Pfizer, Sinopharm en AstraZeneca. En we kijken nu ook naar de mogelijkheid om Moderna daar ook aan te gaan bieden. Moderna is tot nu toe alleen beschikbaar geweest in het 's Lands Hospitaal. Maar het is een uitstekend vaccin, is nog wat onderbelicht. Het is een van de modernere vaccins met heel goede resultaten vergelijkbaar met die van Pfizer. En we hebben er voldoende van, dus degenen die daar interesse in hebben, dat was in het verleden heel veel. Maar we hebben hem altijd gereserveerd voor de zwangere vrouwen. Maar nu hebben we voldoende om het ook aan te bieden aan anderen die daarin geïnteresseerd zijn. Het ministerie van Volksgezondheid maakte er gisteren melding van dat er AstraZeneca boostervaccins beschikbaar zijn voor specifieke doelgroepen, zoals 60-plussers, kanker- en dialysepatiënten en personen met een verminderde weerstand. Assin legt uit waarom deze boosters voor deze doelgroepen nodig zijn. Nou, maar bij deze mensen, na twee doses, is het lichaam nog niet voldoende voorbereid. En bij een derde dosis is het lichaam wel goed voorbereid. En dan is het vergelijkbaar met wanneer de rest van de populatie, en ik zag dat het in het persbericht niet zo goed stond, de rest van de populatie heeft genoeg aan twee doses, maar deze mensen hebben drie en soms zelfs vier doses nodig. Dus nogmaals, het ligt niet aan het vaccin, het ligt aan de verminderde reactie bij een aantal mensen. En dat dat zo is, want we hebben daar ook op gewacht van, ja, maar is dat dan wel nodig? Want ja, we weten dat die mensen verminderde reactie hebben na vaccinatie, maar moet je ze dan een extra dosis geven? Want die dosis moeten we misschien bewaren voor de mensen die nog helemaal geen dosis hebben gehad. Maar wat blijkt, is dat onder de overledenen die gevaccineerd waren, daar is het grootste gedeelte van uit deze groepen. Dus dat zijn mensen die volledig gevaccineerd waren en die toch overleden zijn. Niet door het vaccin, dat benadruk ik, al staat heel Facebook daarover vol. Maar deze mensen zijn overleden omdat de vaccinatie niet voldoende was om ze te beschermen. En dat kan gelegen hebben aan onderliggende aandoeningen of aan het feit dat hun immuunsysteem onvoldoende het vaccin heeft opgepikt om ze te beschermen. Dus die derde dosis voor ouderen en mensen met een verminderde weerstand en of mensen die heel blootstaan aan heel veel patiënten, die doen we om ze die extra bescherming te geven, zodat we ook onder de overledenen minder gevaccineerden gaan zien. Het besluit over de boostershots is genomen aan de hand van adviezen van de subcommissie van de Technical Advisory Committee on National Immunization Policy COVID-19. Ook is er besloten om personen die vanwege een COVID-19 besmetting tot nu toe maar één prik kregen, nu twee prikjes te geven. Assin sprak gisteravond op de reguliere COVID-19 persconferentie, waar ook werd gedeeld dat nu meer dan 50% van de landelijke doelgroep is gevaccineerd.